Tilburg stond ooit bekend als het Rome van het Noorden. Een stad met veel religieus erfgoed. Kloosters, kerken, kapelletjes en kruisbeelden. Maar die tijden zijn zo langzamerhand voorbij. Zelfs een van de twee beeldbepalende kerken van Tilburg moet nu gaan sluiten. Het voornemen van het bestuur, dat is al een jaar ongeveer bekend. Wij hoopten uiteraard dat wij de dans zouden ontspringen, maar het pakte iets anders uit. Een paar weken terug heeft hier de deken Miltenburg in de preek eigenlijk kenbaar gemaakt dat we zouden moeten verhuizen naar de kerk van het Heiken. Een paar honderd meter verder, zoals hij zei, hè, op loopafstand. En dat moest toch geen bezwaar zijn, we zijn één familie en bla bla bla. Maar ja, wij denken daar natuurlijk heel anders over. We hebben inmiddels begrepen dat ze een kandidaat hebben om de kerk eventueel te kopen. Voor ons was duidelijk, er moet nou wat gebeuren, want anders vissen we achter het net. Het is natuurlijk heel makkelijk voor een bestuur om te zeggen, we gaan een kerk sluiten. Voor mij hoeft Heiken ook niet gesloten te worden, want ik vind het gewoon twee cruciale kerkgebouwen in Tilburg. Maar ze moeten wel inspanning leveren om ze gaande te kunnen houden. Gaat de Heuvelse kerk werkelijk dicht? Of wordt het toch de Heikense kerk? Of zouden ze toch alle twee open kunnen blijven? En wie beslist daar eigenlijk over? Het bisdom Den Bosch, het parochiebestuur of hebben de parochianen ook nog iets te vertellen? Ik kan me voorstellen dat ze niet erg blij zijn met de publiciteit die er nu is. Dat ze misschien zeggen, dan, we lopen een beetje voor de troepen uit. Maar ja goed, soms moet de harm niet toch maar even de straat in gaan om mensen toch wakker te schudden. Kijk, in Oosterwijk speelde zo'n kwestie. En die parochianen hebben, goed, dat weet ik veel niet, maar die waren het er niet mee eens. Met die kerksluiting. En die hebben beroep aangetekend in Rome, dat schijnt te kunnen. En die hebben van Rome het gelijk aan hun kant gekregen. Maar ja, je wilt niet rollenbond over straat. Dat moet ook niet gebeuren, want het is alleen maar... Kijk, er zijn nooit winnaars in dit soort zaken. Niet alleen de parochianen zijn de barricade opgegaan, ook de politiek begint zich ermee te bemoeien. Hans Smolders van de LST is de schrik om het hart geslagen. Ja, dat grijpt me aan, omdat sowieso cultureel historisch erfgoed de lijst Smolders heel erg aan het hart gaat. Wij hebben in 2014 ook daar een initiatiefvoorstel voor geschreven dat men heel Tilburg is verwerkt in een omgevingsvisie 2040. Dat men niet meer zomaar alles kan slopen en ook geen andere bestemming kan geven. Dus er moeten zwaarwegende redenen zijn om een monument een andere bestemming te geven. Nou is dit een heel bepalende kerk in het beeld van Tilburg. Kijk maar, elke aanzichtkaart zie je hem wel opstaan. En toen ik hoorde, las in het Brabants Dagblad, dat ex-wethouder en projectontwikkelaar Joost Muller hiermee aan de slag ging, ja, sloeg wel de schrik mij om het hart. Een projectontwikkelaar alleen maar kijkt naar winstbejag, en dat is wel gebleken. Deze ontwikkelaar is nog niet al te slim, want daar hebben we ook het Midi-theater aan te danken, toen de tijd het Atje-theater. Nou, dat heeft 12 miljoen gekost. Een paar jaar later was hij nog steeds wethouder, heeft dit verkocht voor 1 miljoen. Ook veel te weinig weer. En nou, ik denk dat hij denkt hier ook weer een slaatje uit te slaan. Gelukkig zijn er ook serieuze partijen die hiermee aan de slag willen. Maar ik persoonlijk vind dat je nog eens goed moet nadenken of dat je hier de bestemming ook al af wil halen. Want kijk, het monument mag je niks aan doen. Dat weten we allemaal. Maar de bestemming, als die eenmaal weg is, is die weg. Dus ik heb respect voor het instituut nog. En daar moet je niet zomaar dikzinnig over zijn. En dan kun je als politiek zeggen, hebben wij niks mee te maken. Ik vind dat het college van BNW hier echt zich serieus mee bezig moet houden. Gewoon extra aandacht erbovenop. En Rob Kuipers van de VVD vindt dat de politiek er niet over gaat. En wil het graag aan het parochiebestuur en de markt overlaten. Ja, het leeft inderdaad heel sterk in de stad. Niet alleen bij parochianen, maar ook bij andere inwoners binnen de gemeente. De VVD stelt zich op het standpunt dat het aan het bisdom is. Het bisdom is de eigenaar van de gebouwen.
En het bisdom, de bisschop, bepaalt uiteindelijk of een gebouw uit de eredienst wordt onttrokken, zoals dat heet. Nou, dat proces moeten we afwachten, want daar gaan we ons zeker als politiek niet mee bemoeien. Dat kunnen we ook niet, dat willen we ook niet en zeker ook als VVD niet. Maar het zou zomaar kunnen zijn, en dat verwachten wij natuurlijk wel, dat een van de gebouwen gesloten gaat worden. Nou, zijn beide gebouwen zijn rijksmonument, dus je bent niet in staat om dat direct te slopen of heel raar te gaan verbouwen. Dus daar hoeven mensen zich geen zorgen om te maken. En als VVD zeggen wij verder, ja, we laten het gewoon aan de markt over. Wat gaat er met zo'n leegstaand gebouw gebeuren? Er zijn prachtige mooie voorbeelden, binnen de gemeente ook, maar ook elders in het land, waar kerkgebouwen met respect verbouwd zijn tot medisch centrum, tot een multifunctionele accommodatie, tot een buurtcentrum, tot zorgwonen, waar dementerende mensen een plek kunnen vinden om daar te wonen en verzorgd te kunnen worden. Dus daar maken we ons helemaal geen zorgen om. Die partijen zijn er, er is al belangstelling door verschillende partijen, dus die laten we rustig hun werk doen. En voor wat betreft de ontwikkeling van het Stadsforum, waar we nu mee bezig zijn, aan de Paleisring, ja, dan praat je over de Heikense Kerk. Ja, als die leeg zou komen, dan heeft dat totaal geen invloed op die ontwikkeling van het Forum, want die ontwikkeling gaat gewoon door. En ook als kerkgebouw wel in de eredienst zou blijven, dan heeft dat ook geen invloed op de ontwikkeling. Ik denk dat wij met z'n allen een verantwoordelijkheid hebben, zowel politiek als de kerk, als de mensen in de wijk. Dus en laten we proberen dat beetje wat we nog over hebben, want je moet niet vergeten, er is al zoveel weg. Nou, dit zijn ook de enigste mooie monumenten waar ook nog de bestemming nog overeind is. Ja, ik ben ook realist, hè? Als het nou absoluut allemaal niet zou kunnen. Ja, dan moet je zo wel gaan denken, ja, absoluut. Maar ik denk dat het wel de moeite waard is om hier met z'n allen nog eens een keer een uiterste inspanning te doen. Als mensen mee willen doen in de parochie en als er toch creatief gedacht wordt. Want ik bedoel, ze hebben een exploitatietekort van 4 ton. Dat houdt in ook onderhoud en alles, noem maar op. Ja, je zou hier ook evenementen, je kunt hier ook sprekers laten komen. Daar kun je allemaal ook, als je een beetje creatief bent, is er in de exploitatie heus nog wel iets te verdienen. En zo kun je nog wel aantal zaken benoemen, maar is volgens mij ook niet aan mij. Maar het is voor mij maar een aanzet om hier belangstelling voor te krijgen, dat iedereen nog een keer zijn uiterste best doet, ook BMW. Ik doe het dan vanaf raadslid zijnde. Nou, ik denk dat we met z'n allen verantwoordelijkheid hebben om toch ons cultureel erfgoed te bewaken. Wij gaan niet zo ver als een collega-partij van ons die heel populistisch gaat zeggen van tegen de parochianen, wij gaan jullie steunen en wij zorgen er wel voor dat het geregeld wordt. Ik noem dat populistisch omdat het namelijk niet waar is. Wat hier gebeurt is, als je op die manier parochianen tegemoet treedt als politieke partij, dan ga je iets beloven wat je niet waar kan maken. En daar houden wij ons verre van. Wij volgen het kritisch, absoluut. We kijken heel nauwkeurig van wat gebeurt er. En als straks een van de gebouwen leeg komt te staan, dan zullen we daar ook heel zeker kritisch kijken naar de bouwplannen en eventuele bestemmingsplanwijzigingen. En dat is wat je concreet kan toezeggen. Dat de Heuvelse Kerk nauwelijks meer gebruikt wordt, is volgens de Torengroep niet waar. Het gehele jaar door vinden er tal van activiteiten plaats waar veel mensen op afkomen. Er is nog steeds een gelovige kerkgemeenschap hier. We hebben een prachtig mooi koor. Ja, daar genieten we elke week van. En ik vind oprecht, ik vind ook iets in deze kerk. Ja, dus we hebben zaterdagavond een dienst en zondags om 11:30 de hoogmis. En nou, die is nog steeds redelijk bezet. En met kerstmis zit natuurlijk de tent bomvol. Hier is de carnavalsmis. Hier is afgelopen zondag de bijeenkomst nog geweest voor het vierde geschenk. Allemaal ja, activiteiten die heel veel mensen de kerk binnenbrengen. En ik vind altijd dat je dan toch nog kunt merken dat het hart van Tilburg ligt wel op de heuvel. Wij willen deze kerk open houden. Hè? En met de functie zoals die nu is, gewoon als kerk. En niet als een monument wat vervolgens aan de eerste de beste commerciële partij wordt verkocht. Ja, hoeveel mensen er hier binnenkomen om eens even een kaarsje op te steken. De Heuvelse Kerk wordt bijvoorbeeld 4 keer in de week gebruikt door de Eritrese gemeenschap uit Brabant. Ook voor hen is de Heuvelse Kerk een belangrijke plek om hun geloof te belijden. Deze kerk is heel belangrijk voor ons, omdat wij kunnen bidden aan ons God. Ik ben uit Utrecht vloot. Dus ik ben blij dat ik hier kerk vind dat onze God beheersen, bieden. MUZIEK
hebben ook deze kerk nodig. Wij leren heel veel dingen. En we geven ook voor ons heel veel les. Ik geef les aan de kinderen over geloof. Ze komen ook uit de, niet alleen uit Tilburg. Ze komen ook uit Breda, bijvoorbeeld uit Oosterwijk. Ik wil dat deze kerk altijd bestaat om te kunnen onze diensten. Het is een kerk voor iedereen. Hij zou nog voor meer mensen kunnen zijn, denk ik. Want ik neem aan dat er nog genoeg activiteiten te ontplooien zijn die in deze kerk gedaan kunnen worden. Maar er zijn wel inspanningen voor nodig. 22 januari heeft de Torengroep een gesprek met het parochiebestuur van de Goede Herder. Het is een beetje raar in deze tijd, terwijl je wel een kerkbijdrage betaalt. Dus dat je dus verder eigenlijk niet betrokken bent in dit soort zaken. Wat gaan we doen? Je kunt het heel zakelijk zeggen van nou, ik betaal geld, maar verder moet ik mijn mond houden. Nou, zover wil ik natuurlijk niet gaan. Maar dat gevoel krijg je wel een beetje, laat ik het zo stellen. Dus kerkbestuur van de Goede Herder met de Torengroep van de Heuvel. Maar wat daar gesproken gaat worden, we hopen wel dat we sterke punten hebben. En we hebben die ook wel, maar die moeten we gewoon even onder de pet houden. We hebben nog geen agenda gehad, dus hoe of wat. Ik heb geen idee hoe het balletje gaat rollen. Bezoekers van de Heuvelse Kerk maken zich grote zorgen. Een van die bezoekers roept zelfs op tot een actie waar alle Tilburgers aan mee kunnen doen. Zij vergelijkt de Heuvelse Kerk met de mooiste kerken in Rome. Wat ik hiervan vind, waardeloos. Deze kerk mag gewoon niet gesloten worden. Deze kerk is uniek voor Tilburg, voor heel Nederland eigenlijk. Komen van heide en ver, Rotterdam, Amsterdam, komt men deze kerk bezichtigen. Kersen branden. Maar nu heb ik bij mezelf gedacht, weet je wat? Als nu iedere Tilburger 10 euro in de maand stort, dat de kerk dan misschien open kan blijven. Maar ik vind het jammer. Ik vind het zo jammer. Ja. En toen ik hier de eerste keer de kerk binnenkwam, oh, ik stond bij mijn ogen, oh, prachtig, prachtig, prachtig. Ik dacht dat ik in Rome beland was. Dat voornemen om te sluiten, dat hebben ze al een jaar lang. Maar ja, de enige overweging daarbij, althans de voornaamste overweging, is de financiële component. En ja, het spijt me om te moeten zeggen, maar het schijnt zo te zijn dat het kerkbestuur nog over een vermogen beschikt, de parochie, van 10 miljoen. Dus wij zien helemaal niet de noodzaak om deze kerk nu te sluiten. En hoe dat afloopt, dat hoort u in de volgende aflevering van de Nieuwsverdieping, het programma van Omroep Tilburg, waarin we net zo lang blijven zoeken totdat u weet hoe het zit. Heeft u tips of wilt u reageren op deze uitzending? Stuur dan een mail naar redactie@omroeptilburg.nl.